Van 29 september tot 6 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Een groot maatschappelijk probleem en daardoor ook een urgent probleem. We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. Dat hoort ook bij het leven. Maar als eenzaamheid langdurig aanhoudt, dan heeft het grote invloed op de gezondheid van mensen. Dan heeft het grote invloed op het meedoen in onze samenleving. En ook het ontbreken van een gevoel van geluk. Vandaag waren we hier in het gemeentehuis in Oost-Stellingwerf voor ons Vraag Elkaar Café. We hadden vandaag heel veel nieuwe mensen die gezellig elkaar hebben ontmoet. Die we hebben verwend met een high tea, die verschillende workshops hebben mee mogen maken. Maar vooral belangrijk, die met heel veel afspraken met nieuwe mensen naar huis toe gaan. Kortom, ze hebben elkaar gevonden dankzij het Vraag Elkaar Café, dankzij de gemeente Oost-Stellingwerf. 45% van onze inwoners voelt zich langdurig eenzaam. Terwijl het antwoord op eenzaamheid zit in contacten met elkaar. Een betrokken samenleving. Een samenleving waarin ieder een plek kan vinden en zijn talenten of levenservaring in kan zetten voor de samenleving. Er zijn veel mensen die leven in eenzaamheid. Dus ik zou zeggen met elkaar, zeg tegen ze: kom erbij, we hebben je nodig. Hoort erbij in onze samenleving.